Vanessa Pontje. Van, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ja, het is toch wat, hè? Heeft ze gewoon de hele dag de deur open gestaan? Ja, maar woon jij nou nog in Amsterdam? Want jij bent nog niet verhuisd, toch? Nee, nog niet. Dat duurt nog 1,5 jaar. Ah, dat is dan wel inderdaad... Dat zou je niet direct verwachten in de grote stad. Dat je zo veilig een paar uur weg kunt gaan. Deur open. Maar, ja, maar het is een inpandig... dus ik heb in een... Hoe noem je dat? Een afgesloten galerij. Hè? Dus het is niet... een portiek. Hoe zeg je dat eigenlijk? Is het een portiek? Jij bent wel eens bij mij geweest, Arnoud. Nou, laten we daar geen niet nadruk op leggen. Op een gegeven moment was hij niet meer weg te slaan, Vanessa. Toen zei ik, op een gegeven moment denk ik me niet meer open. Ik denk, ik zie hem elke dag. Ja, je had de deur op slot gedaan. Ja. En de nacht gesloten erop. Maar goed, je hebt wel geluk gehad. Dat is duidelijk. Zeker, ja. Met dank aan mijn buren trouwens, die nog goed hebben opgelet ook. Zo zie je maar weer, hè. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Vanessa, het shownieuws. Ja, helemaal leuk nieuws eigenlijk van... Maxime Meiland, die is lekker op liefdesvakantie met haar nieuwe lover. Dat is natuurlijk die cameraman, Leroy heet hij. Ja. Ze hebben elkaar in augustus, ze kenden elkaar al wat langer. Volgens mij is het in augustus echt de vonk overgeslagen. En ze zitten nu lekker samen met dochtertje Claire op Curaçao. Was hij ook niet de cameraman van Chateau Meiland dan? Ja, hij was de cameraman. Zeker. Ja, oké. Ja. Ja, en nu hoort hij gewoon bij de familie, hè? Dus, Maar is hij dan ook nog steeds de cameraman? Of is hij dan daar nu mee gestopt? Dat denk ik toch niet? Ja, hij maakt nu ook beelden, maar die zijn niet voor televisie. Oh, hij maakt ander soort beelden? Hij maakt ander soort beelden. Ah, oké. Ja. Maar ze hebben het heel erg leuk samen, dat is wel duidelijk. Ze hebben even de zon lekker opgezocht. Ja. Dus die genieten heerlijk met z'n tweetjes. Wat leuk. Ja. Ja. Leuke vent hoor, moet ik zeggen. Toch? Ja. Ja, nou ja. Ja, het is niet helemaal mijn type. Smaken verschillen inderdaad. Maar gelukkig maar. Wat is wel jouw type dan? Nou, ik val wel op iets ouder. Ah, oké. Ja, je vindt het gewoon iets te veel babyface of zo. Ja, ik hou wel een beetje van een beetje doorleefde kop. Niet Arnoud. Afgeleefd, niet te verwarren met afgeleefd, maar wel doorleefd. Hou een beetje uitgeleefd. Ja. Een beetje zoals Arnoud Plekett hier. Nee, dat niet. In de studio. Maar goed, hoe oud is... Hoe oud is Maxime? Die is toch ook nog maar jong in de 20, dus daar hoort... Ja. Midden 20 is ze, dus het kan, het is helemaal niet gezegd dat dit natuurlijk de partner voor altijd is, hè? Nee. Zijn achternaam is ook zo apart, hè? Die hoor je bijna nooit. Brown? Nee, Molkenboer. Oh. Ken ik hem nog nooit zo. Molkenboer. Ja. Hoor je niet vaak, inderdaad. Nee, precies. Vandaar ook dat iedereen hem eigenlijk in Hilversum noemen ze hem gewoon Lily. Is hij zo klein? Dat is de bijnaam van hem, Lily. Hij komt bij 538 vandaan en die jongens die vertelden dat een paar maanden geleden al erover. Dat... Maar Lily, is dat van Lilliputter omdat hij klein is? Of? Nee, gewoon een bijnaam. Oh, oké. Nou, dat kan, ja. Ja, dat kan. Ja. Ja, nee. Oké, goed. Nou, grappig, leuke bijnaam wel. Curaçao, dus ze zullen dan ook wel veel kritiek krijgen van mensen. Hè? Want dat hoor je toch veel, dat BN'ers die naar Curaçao gaan, dat ze zeggen van dat is niet veilig, moet kan je niet doen. Kan dat wel. Ja. En nou ja, weet je, dus die storm die breekt hoogstwaarschijnlijk ook nog wel weer los. Ja. En dat komt eigenlijk meteen op het volgende onderwerp. Want over wie er ook een storm van kritiek was, maar dan op een hele andere manier, is Sonja Bakker. Nou, die is afgelopen weekend bij Shownieuws verschenen. Nou, en mensen die dachten echt, zit ik hier naar een kloon van Connie Witteman te kijken. Ja. Want ze heeft zoveel botox in haar hoofd gespoten. Het is helemaal niet meer de Sonja die we kennen. Nee. En ergens denk ik wel van, oei, weet je, het beeld van die nuchtere... Westfriese griet, hè? Mooi en afvallen. En ze woonde hier in de buurt. Mm-hmm. Kende er ook redelijk goed. Ja, het lijkt wel een soort glamour Ibiza, bohemian, weet ik veel wat voor figuur. Ze is helemaal niet meer wat ze eigenlijk was, waarvoor ze stond. Ik dacht eerst dat het dieet dat aanricht in je gezicht. Dus ik denk, ik stop er gelijk mee. Maar dat is dus echt wel botox en zo. Ja, nou ja, ik weet niet of je een beetje op je netvlies hebt hoe Connie inderdaad eruit ziet. Ja, en Linda de Mol. En ze krijgen allemaal zo'n neusje ook, hè, weet je. Alles wordt maar strak en een beetje zo'n wit neusje ook. En het ziet er eigenlijk, ik was ook heel erg verbaasd toen ik het zag. Ik denk, jeetje, wat zonde. Ja, het is natuurlijk heel persoonlijk. Volgens mij kan je ook niet meer zo meer terug.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, nou ja, kijk, botox is natuurlijk na een paar maanden of na een half jaar is dat natuurlijk uitgewerkt. Hè? Met een beetje mazzel wel. Ja, met een beetje mazzel. En fillers blijven dan weer iets langer zitten. Ja, maar ze doen ook allemaal hetzelfde. Het gaat dat is het wel. Het neusje wordt inderdaad aangebracht. Van die appelwangetjes komen er dan in. En het kindertje wordt iets anders. En bij de ogen. En het hele natuurlijke, gewone gezicht is, ja, zo gauw je iets aan je gezicht gaat doen, zie je dat. Allemaal hetzelfde. Ja, vroeger had je bij allemaal echt hetzelfde. En Massie en Adriaan, hun eerste zin was met de plaaggeest. Weet je het nog? Jaap Stolbe had toen zo'n maskertje op. Nou, zo'n gezicht krijgen die dames. Ja! Ja, dat is het een beetje, hè? Exact, ja. Ook zo'n neusje. Ik vind het doodzonde. Ja, moet je kijken. Oh. Ja. Ik denk, ik vind het echt zonde. En ik weet namelijk hoe ze normaal gesproken is. Hè? Weet je op wie ze lijkt? Eartha Kitt. Nee, Hanny Veerkamp. Die heeft ook zo'nzelfde gezicht. Ja, maar ja, als je op een gegeven moment daarmee gaat beginnen met dat spul, dan ga je allemaal op elkaar lijken. Ja. En het is niet mooi. Nee. Althans, het is persoonlijk smaak. Zonde. Ja, zonde. Nee, ja, goed, weet je, na alle extensions en volgens mij heeft ze ook aan haar lijf nog op andere plekken wel dingen laten doen als ik het zo bekijk. Dan denk ik, oh nee joh, dat hele nuchtere is er al helemaal af. Ja. Hier hangt helemaal zo'n filter eigenlijk al om haar heen. Maar hoe oud is zij? Want zij is dan helemaal niet zo heel erg oud. Sonja is van mijn leeftijd. Dus oh, is het toch wel oud, ja. 46 nu zijn. Ik ben 45. Wij schelen een jaartje. We zaten op dezelfde school. Dus ik ken haar ook echt een behoorlijke tijd inmiddels. Ik vind het doodzonde. Ja, ze is net 46 geworden inderdaad. Ja. A. van Horen is ze geboren, ja. Ja. Ja, klopt. Het ligt een paar dorpen verderop, hier bij mij vandaan. Ja. En ik zal even doorgaan met het volgende onderwerpje. Oh. Want de kerstliedjes zijn natuurlijk ook elk jaar weer in de race, zeg maar. Wie gaat er met de titel kersthit van het jaar vandoor? Mm. Nou, de snollebollekers doen het heel erg goed. Dat was het ook weer, beuk die kerstballen uit de boom of zoiets. Is er afgelopen weekend al meer dan 500.000 keer bekeken. Dus Ron Kemp die vindt het fantastisch wat er gebeurt. Maar wie er ook nog even gauw met een plaatje tussendoor komt fietsen, is onze grote vriend van de show, Ronnie Tober. Hij heeft me even een berichtje gestuurd. Wil je alsjeblieft even hier of daar even melden dat ik dat heb gedaan met Belinda Kinnaert. Oh ja. Een beetje een crooner-achtig lied hebben ze opgenomen. En vanaf woensdag is die echt helemaal te verkrijgen. Wat leuk. Ja. Ja. Nou, mooi. Zo'n lieve man is dat. Ik denk, nou, die gooi ik er wel eventjes in. Nou, goed zo. Ik hoop dat hij luistert. Ja. Vanessa, zijn we er doorheen? Of heb je nog een wat dirty details om ermee uit te gaan? Nou, dirty details niet direct. Ik zit even te kijken. Had ik jullie al verteld van het project van Tim Knol? Ja, samen met die jongen die Duchenne heeft? Nee. Die heeft zijn uitgeverij, zijn muziekuitgeverij, heeft hij beschikbaar gesteld om een kinderboek op de markt te brengen voor Freek van Duin. En Freek die heeft de ziekte van Duchenne. Oh. En die heeft met twee vingers, want die jongen kan dus eigenlijk bijna niets meer. Hè? Mm-hmm. Hij kan wel gewoon praten, er mankeert ook helemaal niets aan zijn hoofd. Alleen fysiek is het gewoon een enorme inspanning die hij levert om alles te kunnen doen. Tim die heeft mogelijk gemaakt dat het kinderboek wat Freek met twee vingers heeft getikt, om dat op de markt te krijgen. En ik sprak gisteren eventjes de moeder van Freek. En het gaat ontzettend goed met het boek. Ze zijn al door de eerste druk zo'n beetje heen, heb ik gehoord. Dus dat gaat heel erg goed. Tim die heeft zich het lot van die jongen aangetrokken, omdat hij via Twitter een berichtje had gestuurd naar hem. En Tim was er gevoelig voor. Die had in de familiekring ook iemand die aan Duchenne leed. En weet dus wat de impact is van zo'n ziekte. En hij heeft besloten om een helpende hand uit te steken. Mooi duo. Zeker. Nou, mooi om af te sluiten. Dankjewel. Tot volgende week, Vanessa Bontje.